Dames en heren, hele goede morgen. Daar zijn we weer. We gaan een lekker bubbeltje proeven hier het ochtends in het zonnetje, zoals jullie heerlijk kunnen zien. Maar geen champagne. We zien natuurlijk de laatste jaren dat er veel alternatieven komen voor champagne. Niet alleen in Duitsland, Italië of Spanje, maar in Engeland. Gusbourne, Blanc de Blanc. En we zitten bij Gusbourne, dus iets ten zuidoosten van Londen wordt dat gemaakt. Er zitten een aantal bekende huizen. Je hebt Naye Timber, is heel groot en bekend. En Gusbourne heeft 90 hectare aangeplant. Jezus. Ja, ze zijn begonnen in 2004, hebben ze de eerste stokken aangeplant. Dus het is een relatief jong wijnhuis. Precies. En wij zijn dus benieuwd wat dit gaat brengen. Kijk, wat we vaak natuurlijk denken is dat alles buiten de champagne op zich wel betaalbaar is. Maar wat Matthijs al zegt, 2004 de eerste aanplant. En ze doen er best lang over om ook hun mousserende wijn te maken. 2018 wat we hier hebben. Dus het heeft gewoon een goede 4 jaar heeft het gerijpt. Ja, dat betaal je gewoon voor. Champagne en bubbels, die traditionele methode gemaakt worden, die liggen gewoon minimaal 3 jaar liggen die te lager op de lease. Maar je ruikt het wel al. Ik rook het net al heel even. Huh? Echt toast, brioche. Heerlijk. Oh. Lekker zo bij de bakker op zondag. Heerlijk. Heerlijk. Het heeft een hele uitgesproken, wat mij betreft, typische vintage champagne-stijl. Ja. Weet je, als je echt het amandeltje roken of bakken lekker in het pannetje. Uitgesproken geur ook. Ik vind het wel tegenvallen bij bubbeltjes. Maar hier ruik je heel veel. Het geeft echt enorm veel. Het is natuurlijk ook die kleine zaltoglaasjes doen dat ook wel extra natuurlijk. Dat moet ik wel zeggen. Als je hem proeft, het heeft de dikte, het heeft de toasting en zijn smaak. Het heeft mooie zuren die zo lekker over de tong rollen, maar achterdoor slank. En lang. Dat amandeltje wat je net zei, dat proef je ook. Ja, je proeft het heel duidelijk. Oh, dat is lekker. Ja. Lekker man. Oh, ik dit is echt top, hè. Maar goed, eerlijk is eerlijk, we hebben het wel over prijzen tussen de 50, 60 euro per fles. Makkelijk, dus het is wel ook... Dit is dan de keuze, wil je champagne drinken of wil je een mooie Engelse bubbel drinken? Want ja goed, wat ga je in een restaurant betalen? Ja, dat mag je voor jezelf wel invullen. Ja, daar kun je ook gewoon een mooie fles champagne voor. Maar eerlijk is eerlijk. Ik vind dit doet er niet onder. Dit doet niet onder voor een hele goede fles champagne. Zeker niet. Dus ja, ik denk heel eerlijk gezegd, en dan ga ik Matthijs ook aankijken. Dit is wel iets wat we binnenkort misschien wel bij Boots zetten. Je kan wel een paar flesjes van halen, denk ik. Dat is echt fantastisch. Gusbourne, zeker doen. Proost jongens.